Dames en heren, op deze locatie herdenken wij door middel van het leggen van de stolpersteen verzetstrijder Albert Bos. Albert Bos werd op 15 oktober 1912 in Oude Pekela geboren en was lid van de communistische verzetsgroep Noorderlicht. Na zijn arrestatie op 3 september 1941 zag hij kans te vluchten. Helaas was dat van korte duur. Een zestal weken later werd hij opnieuw gearresteerd, op 27 oktober namelijk 1941. Albert Bos zat gevangen in Groningen, Amersfoort en Kroosrozen. Hij kwam om op 29-jarige leeftijd in Kroosrozen in Polen. Directe familie van de heer Bos is hier nu aanwezig om deze steenlegging ter ere van en ter nagedachtenis van Albert Bos bij te wonen.